Dag iedereen, dit is Nola en welkom bij een nieuwe video. Vandaag lig ik in mijn bed, want ik zou eigenlijk moeten slapen. Want ik ben een nacht uit geweest in Leuven en ik ben met de eerste trein teruggekomen. Dat was een issue. Ik heb daarna 3,5 uur geslapen en toen ben ik moeten opstaan om naar de les Excel te gaan. Dat was echt crying, holy shit. Je zit daar dan zo op een computerscherm te staren, maar wij waren met mijn vriendinnen van de klas naar Leuven gegaan. Dus dat was echt super grappig om daar dan met z'n allen brak te zitten. Maar nu ben ik ondertussen terug op kot. Ik kan terug slapen, ik kan terug rusten. Maar ik wil ook graag een video opnemen. En ik wil niet zo straks met een beslaapte kop een video opnemen. Dus ik dacht, wat is een beter idee dan gewoon in mijn bed gaan liggen. Uitkateren. Genoeg water drinken. En een video maken. Ik heb jullie een paar dagen geleden op Instagram gevraagd wat dat onderwerpen zijn waarover jullie willen dat ik mijn mening ga geven. Ik denk eigenlijk dat jullie mijn mening over heel veel dingen helemaal niet interesseert. Maar ik ga het toch geven. Er zijn heel veel mensen die gevraagd hebben of ik mijn mening wil geven over het klimaat. Ik heb het gevoel dat dat een heel gevoelig onderwerp is en dat als ik hier misschien te hard over uitweid, dat er heel veel mensen gaan wegklikken en zeggen unsubscribe, I don't like this. Maar ik vind het klimaat echt super belangrijk. Ik ga ook stemmen voor iemand die daar echt iets aan wil doen. En die gewoon zegt van, laten we de kerncentrales nog maar 50 jaar draaien. Ik vind dat we daar echt iets aan moeten doen. Het is onze verantwoordelijkheid. En als we er niks aan doen, gaan we gewoon allemaal dood. Dat is gewoon de realiteit. Misschien wij niet. Misschien onze kinderen niet. Maar het gaat op een gegeven moment. Het gaat niet blijven zoals het nu is. Het wordt erger. We zien dat het erger wordt. En ik weet dat wij nu in België daar misschien niet heel hard van, ja, de gevolgen van vinden. Van ondervinden. Amai, dat kan ik niet praten. Maar het is niet omdat wij nu nog niet de gevolgen ondervinden, dat we die later niet gaan ondervinden. En dan gaat het al ondertussen te laat zijn. En ik vind het zo frustrerend dat België niet genoeg moeite doet om daar iets aan te doen. Maar ik vind wel dat je daar als individu ook iets aan moet doen. Ik vind niet dat mensen moeten gaan betogen terwijl ze elke dag met de auto rijden, elke dag vlees of vis of zo eten, de hele tijd plastic flesjes gebruiken en zo, en zilverpapier. Als je dan gaat betogen en zegt dat het klimaat belangrijk voor je is, dan is dat gewoon niet zo. Sorry. Als iedereen zichzelf een beetje verandert, dan gaan we ook wel een heel eind komen. En het gaat niet alleen lukken door de politiek aan te porren. Dus ik vind ook dat wij onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat is mijn mening over het klimaat. Next. Het kotleven. Kotleven is echt nice. Het is wel soms moeilijk om je eigen eten te maken. Het is niet moeilijk om het te maken, maar om iets te verzinnen wat ik ga eten. Dat vind ik soms echt moeilijk. Ik grijp heel vaak naar ovenkroketjes, want die zijn ook vegan. Dus ik grijp daar echt vaak naar. En ik ben dat nu veel minder aan het proberen te doen. Maar ja, ik weet gewoon niet zo goed wat ik dan moet maken. Ik maak wel vaak pasta. Maar ik weet ook dat het niet goed is om elke dag pasta te eten. Want kotleven is nice. Je bent alleen wanneer je alleen wilt zijn. Je kunt naar vrienden gaan wanneer je naar vrienden wilt gaan. Je kunt naar de les gaan. Je kunt naar de pip gaan. Je kunt hier gewoon chillen. Je hebt zoveel vrijheid hier. Maar ik vind het ook leuk om in het weekend terug naar huis te gaan. Ik zou niet hier zo'n week aan een stuk kunnen blijven zonder naar huis te gaan. Ik ben gewoon een te hard familiemens daarvoor. Ik heb het ook wel moeilijk om mijn kamer soms proper te houden. Want nu is het echt een mens. Jullie zien het niet omdat jullie enkel mijn bed zien. Maar Vlaams Belang en Dries van Langenhoven komen ook wel een paar keer terug. Ik vind dat zo'n personen misschien heel veel angst zaaien en proberen haat te zaaien waar dat totaal niet nodig is. Of onder de dingen willen uitkomen door te zeggen dat het leugens zijn. Maar ik ga ook mij niet uiten over wat ik van politieke dingen vind en zo op sociale media. Omdat ik ook gewoon vind, oké, dat moet je eigen mening zijn. En iedereen moet zijn eigen mening daarover hebben en kunnen hebben. Maar ik vind wel dat zo'n personen haat kunnen zaaien tussen verschillende rassen en verschillende godsdiensten. En dat vind ik echt heel erg. Als ik soms op Twitter kijk, dan denk ik echt van, wauw, hoezo mogen deze personen dit zelfs tweeten? We moeten gewoon allemaal samen leren leven. Die mensen komen niet naar hier gewoon om plezier te hebben. Allee, ja, maar die moeten naar hier komen, want anders gaan die misschien dood in de oorlog. Of die hun kinderen of zo. Allee, die komen nu ook niet naar hier voor hun plezier, om hier in een vluchtelingenkamp voor hun plezier te gaan zitten. En ik denk dat wij dat moeten beseffen.
dat die echt wel een veel zwaarder leven hebben dan wij. Maar ja, oké, next. Nederlandstalige rap. Dit is al een luchtiger thema. Ik hou echt van Joost. Ik heb ook een t-shirt van Joost. Maar die heb ik nu niet hier. Joost is van Eenhoorn Joost van vroeger op YouTube. En ik keek die altijd. Was altijd super aan het gieren. Maar dat is echt... Well, dat is altijd mijn favoriete YouTuber geweest. En toen maakte hij ineens muziek. En toen ben ik naar een concert geweest van hem in de Trix in Antwerpen. En dat was zo goed. Dat was echt een van de gelukkigste momenten van mijn leven. Echt waar, ik heb mij daar enorm geamuseerd. En ook gewoon dat hij naar Pukkelpop komt, vind ik zo bangelijk. Ik heb er echt zin in. Als ik gewoon zo denk aan die momenten in de Trix en hoe leuk dat daar was en hoe bonding iedereen was en zo. En iedereen was vriendelijk tegen elkaar, iedereen was aan het springen. Dat was echt leuk. Dat was echt een van de beste momenten uit mijn leven. Sowieso. Ik weet niet of jullie Dood kennen, maar dat is een soort app. In Amerika vooral. Influencers zitten daarop. En Dood neemt soms influencers mee naar Fiji of zo voor een trip. En nu is er zoveel aan te doen dat die meisjes met een donkere huidskleur zouden uitsluiten. Ja, ze zijn niet zo inclusief als ze willen doen uitschijnen. En er zijn heel veel meisjes met een donkerdere huidskleur of een andere etniciteit dan die anderen daarvoor uitgekomen. En ik vind dat heel moedig dat die daarvoor durven uitkomen, want ja, dat heel moeilijk is. Want ik denk dat bijna elke YouTuber in Amerika droomt om mee te mogen op zo'n Fiji-trip en zo. Dus ik vind het heel moeilijk dat die daarover zich durven uit te spreken. Gewoon om te zorgen dat er hopelijk een change komt. Dus ik ben niet echt fan van Dood. Ik heb de app ook niet. Ik weet zelfs niet of dat gaat in België. Ik vind het heel straf van die meisjes dat zij dat hebben durven zeggen. James Charles en Tati. Oh god. Als je niet weet wie James Charles of Tati is... Prijs u gelukkig. En toch blijf ik de hele tijd naar die drama-video's daarover kijken. Dus James, Charles en Tati hebben een fitty op YouTube. Ah, ik mag dat woord echt nooit gebruiken, want dat gaat echt nog tegen mij gebruikt worden. Maar dus, ze hebben ruzie. Maar over vitamine en over dat James achter jongens gaat die eigenlijk straight zijn. Maar hij valt op jongens. Maar hij wil die straight man dan... into ja, homoseksuele transformen en zo. En dat is eigenlijk echt heel fout. En nu is iedereen die zo aan het exposen. En heeft hij al 3 miljoen subscribers verloren. Dus dat is echt zo'n big deal. Ik vond Tati haar video van 40 minuten lang. Ik vond die niet saai. Ik heb die helemaal uitgekeken. Ik heb echt niet eens gedacht van hoe lang nog. En ik vond dat die heel goede argumenten heeft. Maar ik denk ook wel dat Tati dat op een bepaalde manier kan brengen. Om zichzelf een beetje in de goede role te zetten. Maar ik denk wel dat James hier een grote fout heeft gemaakt. En dat het nu gewoon ontploft is. Dus ik sta wel aan Tati's kant. Familiekanalen waarbij ze kinderen hun leven online smijten. Ik weet het eigenlijk niet goed. Gelijk Nice Family vind ik keileuk. Maar die filmen Noah ook wel. Maar ik denk niet dat die echt zo domme dingen die Noah gaat doen of zo gaan filmen. Maar je hebt wel zo... van die familiekanalen die echt zo ja, hun kinderen gebruiken en zo'n beetje in scène zetten, zo sommige dingen. En hun kinderen op een bepaalde manier neerzetten. En daar ben ik het echt niet mee eens. Maar ik denk zo familiekanalen zoals Nice Family, dat wel heel leuk is. En dat is super interessant om te zien van, oh, en hoe is dat mijn kindje? En natuurlijk ziet je niet alles, maar je krijgt er zo wel zo'n voorproefje van. Toen dat zij een kindje kregen, ik was toen 18... En ik dacht echt, ik wil ook een baby, nu. Maar tuurlijk wil ik geen baby nu. Maar toen ik gewoon zag hoe leuk dat was en hoe gelukkig dat die waren gewoon. Toen wou ik dat ook meteen. Maar die laat ook wel zien hoe moeilijk het kan zijn hoor. De stille mars voor Julie van Espen. Toen dat van Julie van Espen uitkwam dat hij vermoord was, heb ik direct mijn camera opgezet. Alleen niet direct, maar die dag zelf nog mijn camera opgezet. Even gewoon liggen praten tegen de camera, omdat ik het daar zo moeilijk mee had. En dat is ja, een soort therapie voor mij, zo tegen de camera praten. Ik was daar zo van geschrokken, omdat dat evengoed had ik dat geweest, evengoed had dat een van mijn vriendinnen geweest. En nu is een meisje, een jong meisje, Julie van Espen, moeten sneuvelen voor totaal geen enkele reden voor een gast die al 2 keer... Allee, 1 keer echt veroordeeld geweest is voor een verkrachting en nu in beroep was gegaan op zijn 2e veroordeling.
Dat is gewoon te gek voor woorden dat die mensen rondlopen. Ik ben zelf niet naar die stille mars kunnen gaan uiteindelijk. Ik wou heel graag gaan en ik ging ook gaan, maar ik kon er niet geraken. Maar ik vind dat zo mooi dat er zo'n dingen voor georganiseerd zijn en zoveel mensen hebben meegedaan. En ik ben echt trots op de mensen die daarin mee zijn gewandeld en hun mond hebben durven opentrekken. Ik heb ook nog iets wat ik super mooi vond dat iemand erover had gezegd. We sms'en elkaar wanneer we veilig thuis zijn. Een hele tram of fietsrit lang bellen we, met kramp in de arm. We laten onze hakken in de kast staan, ten voordele van sneakers. We rijden kilometers om een vriendin bij haar deur af te zetten. We bewaken elkaars drankje. We knallen onze sleutels tussen onze vingers, terwijl we door donkere straten wandelen. Gewoon, omdat we vrouwen zijn. In een mannenwereld. En als één van ons valt, voelen we allemaal de aarde trillen onder onze vlakke zolen. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. Laat beneden uw mening maar weten over een van de onderwerpen. Ik ben heel benieuwd. Subscribe als je meer van mij wil zien. Zou ik super, super tof vinden. En dan zie ik jullie heel graag terug in een volgende video.